In het boek Handelingen genas iedereen. Handelingen 5 vers 16, Handelingen 28. De apostelen, de discipelen, ze genazen alle. Kan je nagaan hoe de wereld zou veranderen als we dezelfde wonderen hebben als in Handelingen? Nou, wat is er gebeurd? Zijn demonen sterker geworden? Zijn ziektes erger geworden? Of zijn de christenen zwakker? Het is tijd om mensen in de fik te zetten en ze te laten gaan. Halleluja. Vers 28, staat, God heeft u gegeven, ten eerste apostelen, ten tweede profeten. En het spreekt over allerlei bedieningen, leraren, werkingen van krachten, gaven van genezingen. Er zijn geen apostelen, geen profeten, geen werkingen van krachten, geen gaven van genezingen. En we vragen ons af waarom de kerk dood is, omdat de bronnen van het heil dichtgestopt zijn. Gevuld met aarde, gevuld met mensenwerk. Er is geen opwekking zonder opstand. Daarom zeggen we, we hebben niks nieuws nodig. We moeten het gewoon gaan doen. Gebruikt mannen en vrouwen om de bronnen weer op te gaan. En God roept in deze tijd mannen en vrouwen om die bronnen van opwekking weer open te graven. En dan zullen we vruchtbaar zijn, halleluja. Als we het mensenwerk uit de kerk krijgen, dan zullen we vruchtbaar zijn. Halleluja.